Goedemorgen allemaal, welkom weer bij de adventkalender, de inspiratiefilmpjes. En vandaag gaan we natuurlijk weer een envelopje openmaken. Het is dag 15. Lekkere warme chocomel heeft Gummiapan. Het ziet er leuk uit, hè? Die plaatjes. Ik had het al eens eerder gezegd, maar ik heb ze allemaal eens uitgeknipt vorig jaar toen ik voor het eerst de adventkalender gekocht had. En daar heb ik een December Daily van gemaakt, omdat ik die plaatjes zo leuk vond. Maar dat had ik ook al gezegd, het was echt heel veel werk. Maar wel leuk om te bewaren, want die plaatjes zijn natuurlijk hartstikke leuk. Even kijken wat daarin zit. Dat is een gat, een soort gat, hè? Dat heb ik al eens eerder ook iets van gemaakt. Een ander stampje van Gummiapan. Dit is een beetje hetzelfde idee. Ik ga hem even, want ik heb het al uitgestanst. Kijk, dan krijg je dus, dit komt er dus uit, zeg maar, als je hem stanst. Ik heb er dus al een ideetje mee. Die gaat weer even opzij. Wat heb ik gedaan? Ik heb het label heb ik met een embossingfolder door de stampsmachine heen gehaald. En dan krijg je dus die sterretjes. Het kan natuurlijk met stippeltjes of met kerstklokjes of iets. Of ja, als je er geen kerstdingetje van wil maken, kan het ook. Maar ik dacht, nou, we blijven nog een beetje in de kerst. Kaartjes, stampjes, ja, wat labels. Want ik vind het heel leuk om dat nog te doen. En ik heb ook nog wat kerstkaartjes nodig, dus dan komt het mooi uit. Dan kan ik ze weer gebruiken. Wat heb ik gedaan? Hier komt dus een stukje omhoog. Dat vond ik heel erg leuk om dat nog een beetje aan te zetten met een beetje kleur. Ik heb dat met Distress Oxide gedaan. En een dauber. Maar als je dat natuurlijk zo doet, dan kom je op je standje of op je labeltje. Dat is bij mij dus hier ook gebeurd. Want ik had het niet met een dauber gedaan, maar ik had het met mijn grote spons gedaan. Dus dat werkt niet. Hoe je dat het beste kan doen, dus daar heb ik weer van geleerd. Even gewoon een stukje papier eronder en dan zo. Zodat je niet knoeit. Ik had het hier ook gedaan, maar uiteindelijk, omdat hij te groot was, ben ik daar opgekomen. Maar daar heb ik al wat op gevonden, natuurlijk. Met knutselen kan je altijd wat verbloemen. En ik dacht, ik ga daar sterretjes uitstampen. Deze heb ik in verschillende grootte. Die heeft Gummiapan ook in zo'n die set van die sterren. Die zijn hartstikke leuk. En komt mooi uit in het thema. Dus ik dacht, oh, die kan ik hier mooi op plakken. Dus dat gaan we zo doen. Ik ga eerst deze even erop plakken. Dan hebben we dat alvast gehad. Want het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes die je natuurlijk heel snel kwijtraakt. Wat ik ook regelmatig heb. Dan ligt het weer onder mijn stoel of ergens anders onder. Zo, die zit er alvast op. Maar ik vond het leuk om onder dat gat toch natuurlijk wat te doen. Dus ik dacht, hé, zo'n sticker, die Gummiapan natuurlijk, of die Gummiapan, die Kimia natuurlijk ook volop verkoopt. En die moet dan op een ander label of op een stukje kartstok. Maakt natuurlijk niet zoveel uit, maar ik dacht, ik doe het gewoon op een label. En dan heb ik, zeg maar, die sticker hier neergelegd op de goede maat. En dan eronder. En dan heb ik, even kijken of hij zo goed ligt. Ja, heb ik die weggehaald. En dan heb ik met een potlood, maar het kan ook met een rilpen. Ik heb nu mijn potlood ineens niet bij de hand natuurlijk. Even kijken of ik er nog bij kan. Moet ik even staan. Nou, het kan ook met een rilpennetje, dus dan doe ik dat even nu. Ik kan mijn potlood niet vinden. Hier heb ik dan dit aangezet. Kijk, en dan
heb je precies de maat waar die sticker moet komen. Want anders dan komt het natuurlijk niet uit. Want je moet hem hieronder hebben. Dan is het wel leuk dat hij eronder past. En niet dat hij dan zo zit. Want dan ziet het er een beetje gek uit. Dus ik ga eerst die sticker erop plakken. En dan ook kijken of ik het ook echt goed heb gedaan. Want ja, dat is nog maar de vraag. Hè? Dan moet het natuurlijk ook een beetje recht. Dus ik ga er weer een beetje uit beeld misschien. Nou, ik zit er ietsje naast, denk ik. Maar dat valt op zich mee. Kijk. En wat je dan nog kan doen, is... Nou, misschien kan ik hem er nog afhalen, maar ik denk het niet. Nou, dat kan misschien nog wel. Even voorzichtig. Kijk, dan heb ik natuurlijk wel het papier beschadigd. Maar als het goed is, zie je daar natuurlijk dadelijk niks meer van. Ik pak wel even een nieuwe sticker, want dat gaat anders zo niet. En dan moet ik opletten dat ik hem goed erop plak. En misschien nog niet helemaal vastplakken. Dan zit hij weer scheef. Lekker handig. Ik moet het eventjes goed kijken hoor. Ja, nu zit hij wel beter. Kijk, wat je dan nog kan doen is natuurlijk met je daubertje, als je dan toch nog een klein beetje, kan je dit nog een beetje bruin maken. Die sticker is al kraft. Goed, als je een witte sticker hebt, dan maakt het niet uit. Kan natuurlijk ook. Zo, dan valt het minder op. Als je er een beetje naast zit. Want dan is het ook bruin. Zie? Hier nog een beetje meer. Je kunt het ook van tevoren alvast doen. Voordat je de sticker erop plakt. Maar nu doe je ook een beetje die sticker een beetje aanzetten. Met het bruin. Ik vind dat altijd wel leuk staan. Nou ja, dan kan je hem erop plakken. En dan heb je het gat. Je kunt hem met 3D-tape opplakken. Zodat hij een beetje omhoog komt. Misschien ook wel. Oh ja, kijk, zo kan je de achterkant dus zien. Want hier zitten dus die dingetjes los. En als je het met 3D-tape, dan komt hij natuurlijk een beetje verhoogd. Het is denk ik ook wel leuk. Maar ik ga hem gewoon met lijm plakken. Ik pak even die andere lijm. Hoe vinden jullie tot nu toe de kalender? Zitten leuke dingetjes bij, hè? Ja, soms heb je ook wel eens dat je denkt van, wat moet ik hiermee? Dus dan is de inspiratie van ons wel leuk om te bekijken. Nou, wij moeten er natuurlijk ook wel eens over nadenken. Dat je denkt van, oh, wat is dit in godsnaam? Maar uiteindelijk komen we er altijd wel weer uit. Die mag weg. Nou, even kijken of die er knap op kan. Ik denk dat die zo goed zit. En dan kan je gewoon de achterkant nog gewoon gebruiken. Nou, dan mijn lelijke stukje ga ik dan even wegwerken door de ster erop te plakken. Even zo dat je het niet meer ziet. Nou, kijk. Zo kun je altijd weer wat maskeren, hè? We plakken er gewoon wat overheen. En dan heb ik nog 3 andere sterretjes, kleinere. En dan heb je best wel een leuk kerstlabel, vind ik. Ik dacht hier. Oh. En hier. Even een klein beetje.
lijn op zitten. En die doe ik hier. Nou, dat was heel snel een snel kaartje zo. En dan die dingetjes kan je nog een beetje omhoog doen. Nou, best leuk hè, zo. Al zeg ik het zelf. Dus dat is dag 15. Nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan maken. En plaats je creaties rustig op de groep, hè, want dat vinden we echt leuk. Zodat we zien wat jullie inspiratie, of door onze inspiratie, wat jullie ervan gemaakt hebben. Nou, dit was mijn bijdrage weer. En veel plezier morgen met Yvonne en overmorgen met Beate. Tot de volgende keer!